Wat je nu ziet zijn de begane grondvloeren. En in de loop van, ik denk juni, er komt de hele stalen constructie erop. En medio dit jaar zie je het hele gebouw eigenlijk staan. Het is eigenlijk allemaal staal, opgevuld met steen. Dus zodra het staal staat, staat het hele gebouw er eigenlijk in zijn vorm ook. Maar elke oor wordt er 350 ton steel gebruikt voor de Skouwburg. Terug de 23 meter hoge toneeltour wordt het een opvallend gebouw in de Snitse skyline. Het is een ontwerp van het verneemde architectenbureau Alberts en van Huut uit Amsterdam. Bekend van onder andere het Gasuniegebouw in Grijns. Als u nog verder ziet, dan ziet u hele toneel al vormgegeven. Het zit er compleet in de fundatie momenteel in. Wils de projectleider een roenleiding jouw tonen passen, gingen de bouwvakkers gewoon terug. Want de bouwwerkzaamheden haal vertraging op roen terug versmarige groen. Wij wisten dat de grond verontreinigd was. Het was geen grond die je zou moeten verwijderen. Je mocht er gewoon op bouwen. Maar toch moet je hier en daar graven voor de fundatie. We wilden dat combineren met het werk. Uiteindelijk moest het toch apart van tevoren worden verwijderd. En na de hand konden we pas aan het werk. En het heeft geleid tot zo'n 4 tot 6 weken vertraging. In de eerste van 2012 is de opening van het Nijsnitse Theater. Het biedt een plak om 600 bezoekers.